Hallo YouTube en welkom bij deel 2 van de Plasma Burst 2 level editor tutorial voor simpele single player levels. Dat is een hele mondvol. In deel 2 gaan we vijanden maken en de speler natuurlijk en wapens en dat soort dingen. Dat heet allemaal entities trouwens. En we gaan beginnen met de speler. Nou, dit hebben we dus al in deel 1 gemaakt en de speler gaat hier beginnen. Met deze tool hier maak je een speler. Zo. En met de properties kunnen we dan een aantal dingen aanpassen. Hier kun je de naam aanpassen. En dat is niet echt belangrijk. Het is wel, je moet er wel altijd voor zorgen dat namen altijd beginnen met een hekje. Anders dan werkt het sowieso niet. Hier kun je de levens aanpassen. Dit is het aantal levens waarmee die start. En dit is het aantal levens dat het maximaal kan hebben. Dus als je deze lager doet dan die. Dan stroomt het vanzelf vol aan het begin. Maar we maken een normale hero en dan zijn de levens gewoon altijd 500. Dus dat heeft geen zin om nu aan te passen. Hier kun je kiezen wat voor mannetje het wordt. Dit wordt een normale hero, maar je kunt elke skin doen zeg maar die je maar wilt. Kijk, bij de manual zie je hier ook enemy tool. Voor players werken trouwens zijn alle eigenschappen hetzelfde als voor enemies. De character en 1 is gewoon hero en zijn er nog allemaal andere. Er zijn er trouwens nog veel meer dan dit, maar die zijn minder belangrijk, dus die staan er niet bij. Je kunt er altijd naar vragen in een reactie. Ja. En de rest leg ik later nog wel even uit voor andere dingen als het relevant is. En de speler krijgt ook een wapen natuurlijk. Ja, wat voor wapen? Een shotgun of zo. Real shotgun is de code uit mijn hoofd. Kijk. Weapon tool. Dan kun je bij model gewoon het soort wapen invullen. Hier. Even kijken. Hier. Gun real shotgun. Real shotgun. En dan drukken we natuurlijk op enter. Bij 4-team kun je instellen welke mensen het. Mannetjes het allemaal kunnen oppakken. Deze wordt alleen voor de speler, dus dat wordt 14-0. En in 1 betekent dat iedereen het kan oppakken, maar dit is alleen voor de speler bedoeld. En dan kun je hier nog een eventuele upgrade invullen. Bijvoorbeeld 1 upgrade level of wat dan ook. Enter. Dan kunnen we nu vijanden gaan maken. Hier in het huisje. Met de enemy tool. Het is trouwens handig. Als je meerdere dingen op elkaar hebt, zoals hier, om de betreffende layer te selecteren. De dingen die we nu maken, het zijn allemaal entities, spelers en wapens en zo. Dus als je dan op entities klikt, dan vervaagt de rest, zodat je daar niet per ongeluk op gaat klikken en dat het dan allemaal weer verandert. Kijk, er gebeurt gewoon niks dan. Deze eerste vijand. Nou, de naam hoeven we ook niet per se te veranderen. Speed X en Speed I. Ik weet niet precies wat het doet. Dus gebruik het maar niet. Ik heb het nog nooit nodig gehad. En hierbij kunnen we natuurlijk wel leven instellen. Een normale vijand. Niet zo bijzonder sterk. Heeft 200 levens of zo. Moet je gewoon health en max health bij je vijanden op hetzelfde zetten. Team is 1. Dat klopt, want de speler was team 0. De kant waar je op kijkt. Is in dit geval left het best. Dan kijken we naar de ingang. Oh. En de character kunnen we nog wel eventjes kijken wat er voor leuk is. Hier heb je alle characters weer. Nou, wat wordt het? Bijvoorbeeld een Kivolt Security Light 8. Dat is een vrij normale. Die kom je eigenlijk in de meeste levels wel tegen. Enter. En trouwens, als je het team hetzelfde maakt als dat van de speler, dan wordt het een ally, dus een vriendje. En je kunt ook maken dat vijanden tegen elkaar gaan vechten en dan moet je ze ook verschillende teams geven. Dus alle mannetjes die hetzelfde team hebben, die horen gewoon bij elkaar. En hiermee, all behavior, kun je instellen wat voor acties hij onderneemt, dus wat hij doet. Het is namelijk een op computer gebaseerde vijand, hè? Dus met die... Met die optie kun je dus instellen wat computervijanden doen. Nou,
Nul is gewoon dat hij niks doet totdat hij merkt dat er een gevecht gaande is en dan nog wat andere dingen. Het is niet heel, heel belangrijk, tenzij je echt per se wilt bijvoorbeeld dat een ally je altijd volgt of zo, dan kun je 1 kiezen. Nou ja, 0 is gewoon goed in dit geval. Enter. En die krijgt ook een wapen. Het is wel leuk als we dan doen dat, dat iedereen het wapen kan oppakken, dus voor team min 1. Zodat je, als je die vijand doodt, ook zijn wapen kunt krijgen. En welk wapen wordt het? Model, even kijken. Bijvoorbeeld een rifle, real rifle. Zo, gewoon die code kun je ook kopiëren als je het lastig vindt om te onthouden. En upgrade level, nou, 2. Maakt niet uit. Nou, wat gaan we nog meer maken? Oh ja, een barrel. Dat is ook wel leuk. Die kunnen we bijvoorbeeld, nou, hier eentje zetten, maakt niet uit. En daarbij heb je ook wat opties, speed X en speed I. Geen idee wat je daarmee zou moeten doen. Is ook helemaal niet nodig om barrels te verplaatsen, dat doe je met triggers. En je kunt dan ook een baan een naam geven, maar dat is nog niet echt nodig. Model is wel belangrijk, dan kun je kiezen wat voor soort barrel het wordt, hoe sterk hij is. Blue is gemiddelde sterkte. Orange is laag en red is hoog. Nou, dan hebben we al behoorlijk wat entities gemaakt. Je kunt ook nog een vehikel maken. Even kijken hoor. Het is een beetje groot natuurlijk. Waar zal ik hem zetten? Op het dak. Omdat het kan. Even kijken hoor. Kijk, met het autootje maak je een vehikel. Zo. Nou, wat kun je allemaal met een vehikel een naam geven? Als je er iets bijzonders mee wilt doen met een trigger. Maar dat is niet echt van belang in dit filmpje natuurlijk. De kant waar je op kijkt is bij vehicles wel heel belangrijk. Want als je bijvoorbeeld een houndwalker maakt, dan kan hij nooit omdraaien. Dus dan moet je altijd ervoor zorgen dat hij de goede kant op kijkt. Deze kijkt dus naar links. En de model kun je dan weer instellen. Even kijken hoor. Laagste vehicle. Ah, daar. Model, houndwalker, vehicle, walker. En dan kun je nog instellen hoe sterk hij is. 100% is gewoon zo sterk als ze meestal zijn. Nou, dat is wel goed, denk ik. En dan moet er natuurlijk nog een mannetje in. Kunnen we ook 200 levens geven. Ook character 8 zijn. En dan doe je bij in car min 2 in plaats van min 1. Min 1 betekent dat hij niet in de auto zit. En min 2 betekent dat hij in de dichtstbijzijnde auto zit. Dus dan moet je hem gewoon vlak naast zetten. En dan kun je ook nog de naam van een vehikel intypen. Maar min 2 is gewoon het handigst. Dus als je deze vehikel bijvoorbeeld vehikel 1 noemt, enter, dan kun je hier ook intypen hekje vehikel 1. Enter. Dat werkt als het goed is ook. En dan moet een vehikel nog een wapen hebben natuurlijk. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe dat heet, zo'n vehikel walker wapen. Even kijken. V-cannon. Of is dat hem niet? Nee, ik geloof dat het een andere is. Nee, het is wel V-cannon. Oké. Gun V-cannon. Voor team, dat maakt niet uit, want het is voor vehikel. Upgrade level, nou, dat hoeft niet zo heel sterk te zijn, vind ik. Goed. In het volgende filmpje ga ik wat uitleggen over triggers en zo. En ik denk dat ik. En waarschijnlijk ga ik het dan ook testen. En ik denk dat ik voor dit filmpje wel klaar ben. Want ik deel het op in delen. Dus ja, klik vooral door naar het volgende deel.